ja, bijna kan je zeggen, het is tegenwoordig norm geworden dat mensen beroofd worden. Meerdere man, Kirwama en zo ergens twee kinderen weg, no? Een man van 70 zoveel, maar Tayamang en dan man Kukuru, huis overhoop gehaald. We hebben nog de beelden gezien van die vrouw die eigenlijk haar nagels werden behandeld. En die mevrouw, mensen ook voeren wagi. Het wordt met de dag erger. En ook deze ervaring van deze mevrouw, als Raoul zover is. Ik hoop dat we geluid hebben, anders moeten we maar de audio doen hoor. Maar laten we even kijken als het lukt. En als we geluid hebben, die mevrouw praat nog niet vaak genoeg. Checken jullie van me. Vaak genoeg wachten de mensen op de kijkers. En bij de dames is het zo dat ze meestal hun haar regelen. Begrijp je? Wij doen het met muziek. Terwijl we in de uitzending zijn, gaat u vaker horen bij Bagan Natori voor zo'n beginning aan het programma daar. We draaien aan Steve Kasegoji van wel eer. Isabi. Maar ze praat dus nog niet. Ze wacht op de kijkers. Het is 9:30. En ik kom nu pas een beetje tot rust. Innerlijk niet. Want ik ben getraumatiseerd. Ik ga eerlijk zeggen. Dit wat ik heb meegemaakt, ik wens het voor niemand. Serieus. Dit is bizachtig. Wordt te erg in Suriname. Serieus. Maar ik ben God dankbaar dat ik leef. En dat mijn kinderen ook leven. Ai. Ik lag te slapen. We zijn op Para. Kennen die weg. Langs de weg, hoofdweg. En we zijn elk weekend hier. Elk weekend zijn we hier. En het is nu vakantie. Dus ja, je denkt je komt je rust pakken. Je komt met die kinderen een beetje eruit. Je bent dichterbij om te gaan zwemmen. Snap je? En al mijn mensen zijn ook hier. En ik lag te slapen. Ik schat het tussen 4:30 en 4:45. Stond ik op. Nee, ik werd wakker geschud. Ik werd beroofd. Op dat moment wist ik niet wie het was. En ik werd vastgegrepen aan mijn kraag. Ik ben nog steeds met diezelfde kleren. En het enige wat hij zei, waar is je goud? Waar is je goud? Waar is je geld? En ik stond, wie is dat? Goud? Geld? En hij sleepte me naar de woonkamer en ik zag eentje met een mes, een heel lange mes. Hield mijn dochter vast, mijn oudste dochter. En toen doodde hij me op die stoel. En die kleine lag nog te slapen in de kamer. En ik weet niet. Mi breed me libi. Fugado. Ik beef door mijn hele lichaam heen. Ik kan nog steeds niet tot rust komen. Omdat je dit... Ik wil het iets wat ik nooit wilde meemaken. En jullie mogen die live delen. Want het wordt steeds te erg. En ik zei, ik heb een baby in de kamer, mag ik er nemen? En hij duwde me. Hij sloeg me met die dolk van die mes voor mijn hoofd. En van dat mes. En toevallig kwam die kleine eruit. En ik omhelste haar. Ik hield beide kinderen van me vast. Mijn kinderen zijn getraumatiseerd. Fugado. De chief me. Ik kan mijn kinderen niet troosten. Ik kan mezelf ook niet troosten. Huh? En die ene hield me vast. Terwijl die kleine op me zat. Hield hij me vast. Met dat mes, als je dat mes zag. Me breed me libi. En die andere was bezig. In de kamer. Heeft alle horloges meegenomen. Mijn ketting. Van mij. 60 gram. Van mijn dochter 80 gram. Van die kleine 10 gram. Een Japanese boei. Twee paar meisjesoorbellen. €300 en $200. Waarvan die $100 een biljet van 50 had, twee biljetten van 20 en één van 10. En hij was nog bezig, want die ene die me vasthield, zei:
Mi man, doe nou. Wacht hier rustig. Wat zei je, Jemaya? Wacht hier rustig, misa pede sandi. Wacht hier rustig, misa pede sandi. En ik hoorde alles overhoop. Ik hoorde hoe hij alles trok uit die klerenkast. Alles, alles. Ik had alles onder mijn kussen gezet. Want ik laat ze ook niet thuis. Ik ben ver. Ik kan ze ook niet thuis laten. 2 weken weg. Dus ja, ze hebben alles meegenomen. Ze hebben die slippers op die schoenenrek, alle merkslippers, hebben ze niet meegenomen. Maar ze hebben mijn laptop uit mijn tas gehaald. Zelfs dat hebben ze niet meegenomen. Dus ze kwamen echt voor geld en voor goud. Ze hebben die laptop op dat bed gesmeten. En ze hebben ons in dat huis opgesloten. En ze zijn met die sleutels weggegaan. Ze hebben mijn auto. Ik weet niet als ik mijn camera kan keren. Kijk hier. Alles overhoop. Alles. Alles hebben ze. Dus het is een troep in dat huis. Toen ik terugging, toen ze hebben die auto ontlokt. En dan hebben ze die auto weer gelokt. Ik dacht, shit, ze gaan met mijn auto weg. Ze hebben deze telefoon waarmee ik nu live ga, zijn iPhone 11. Dat hebben ze niet meegenomen. Ik ben ermee in slaap gevallen. Dus het was op dat bed. Tussen die lakens. Dus dit hebben ze niet mee kunnen nemen. Vandaar dat ik nu met deze live ga. Maar een iPhone 11 Pro van mijn dochter. Een iPhone 8 van mij. Mijn werktelefoon. En de rest, alle sieraden. En alle goud. Alle horloges. Merk horloges. Alles. Rolex. Alles. 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 Alles hebben ze meegenomen. Ai. Maar ik ben God dankbaar. Dat ze mijn dochter niet hebben verkracht. Echt. Ik ben God dankbaar dat dit door Juk Mikiri of dit door Gomez steek. Want voor Gado is de nefi. Ik beef over mijn hele lichaam. Echt. Je hebt zo'n vrees. Je weet niet waar je naartoe moet gaan. Helemaal op para. Hoofd weg. Dicht bij de Republiek. Met Tegi. Je denkt. Maar. Ik heb een gevoel, het gevoel dat ik heb is dat ze me hebben geobserveerd. Want ze hebben nooit in dit huis, ze zijn nooit in dit huis gegaan. Nooit. Ze hebben nooit ingebroken. Dus, dit is een, dus ze hebben me geobserveerd. Ik kreeg het gevoel dat ze me hebben geobserveerd. Want ze zijn echt voor geld gekomen en ze zijn voor goud gekomen. En die horloges die ze hebben gezien, die ze hebben meer 10 stuks of zo, hebben ze meegenomen. Mijn laptop hebben ze achtergelaten. En de rest, alle geld en schoot. We zijn niet meer veilig in Suriname. Je weet echt niet meer wat je moet doen in dit land. Dit land van Chan? Nee. Criminaliteit stijgt met de dag. Met de dag. Je werkt zo hard om je spullen te kopen. Huh? Je hoeft niet rijk te zijn. If you want to get iweri for brinkie, brief me, de boy is kotiking. Ze komen het halen. Echt. De boy die zie, wat er nu gebeurt in ons land. En daar sprak ik gisteren nog over. Gisteren sprak ik nog over van kijk hoe ze die dame de auto wilde stelen. En middernacht gebeurt het met mij. En mijn geluk is, die autosleutel hebben ze laten vallen op het erf. Ze hebben die shutters weggehaald van die tweede kamer. En zo zijn ze naar binnen gekomen. If you see a nephew. Ik ben God dankbaar dat ik leef. Echt. Tikkie. Maar ik ben God dankbaar. Ik ben blij. We zijn getraumatiseerd. Echt, ik kan mijn kinderen. Die kleine is nu bij mijn broer. Maar die oudste huilt constant. Constant. Want echt, if de big go dappe na apching, dat mo hat mi moro. Dat zou me echt pijn doen. Maar ja, make den tikkie. Je zou zeggen, na grond tapsani, je werkt wel hard voor je dingen. Maar na grond tapsani, mijn liefde is belangrijk. Liefde van mij en mijn kinderen. Ik hield mijn kinderen zo vast. Ik troostte ze. Deze fluisterde me. Mama, ze hebben mijn bijna verkracht. Abo had me vallen, boy. Maar God slaapt niet. God slaapt niet. Ik ga mijn rust pakken. Want dat heb ik nodig. En ik moet ook bijkomen. Maar ai.
defend me. Maar hoe is Ribi? Dat moeten ze weten. Ja, ik vond het nodig om deze. Ik zag het. Rashly stuurde het voor me. En ik ga je zeggen, dat heeft me zo. Soms ben ik ook te emotioneel, hoor. Dat heeft me zo geraakt, joh, bij die kinderen. Maar echt, je vraagt je af wat gebeurt in het land. Dus. Er zou toch eigenlijk gewoon in de Nationale Assemblée niet vluchtig in. 2 minuten en 5 minuten en microfoons gaan uit. Moet er toch een debat over dit vraagstuk gehouden kunnen worden. Want we voelen ons niet veilig. En als we ons even beginnen verdedigen, hoe schrijf je? Want uiteindelijk zal dat gebeuren if overheid niet doet niks. Je gaat jezelf willen verdedigen. Je gaat tot het uiterste willen gaan. Om je gezin te beschermen, om jezelf te beschermen. Dus we doen echt een beroep op die mensen die de verantwoordelijkheid hebben. Los van het feit, we hebben ook onze eigen verantwoordelijkheid. Ik heb je laatst gezegd. Luko rustig te gwete konij oso. De andere kant van het verhaal is. O voorzichtig ikande. Het leek echt alsof we opgejaagd worden. Isabi. Alsof we hier rust hebben. Je werkt hard. Herdi, probeer je het hoofd boven water te houden. Met prijzen, met toestanden, met onzekerheden. En dan kan je ook niet eens rustig slapen. Je kan niet eens rustig op je erf lopen. Isabi, je normaal gaat naar dit plantje, zei bij Gwen, doe. Want anytime kan je beroofd worden. Weet je, wat voor trauma zo'n vrouw kan overhouden. Natuurlijk, je kan wakker gemaakt worden. Van, hé, word liever wakker dan er is iemand hier. Maar als je wakker geschopt wordt, is dat wat anders. Als je wakker geschopt wordt en je ziet gemaskerde mannen. Eigenlijk heb je begeleiding nodig. Want je kan bijna voor de komende maanden niet eens meer rustig slapen. Wie vangt al die mensen op? Het is beestachtig wat gebeurt in het land. En er moet echt een oplossing komen, want die is no kan. Elke gadodi heb je weer een nieuw geval. De man, dit is onhoudbaar. Ik wil die mevrouw veel sterkte toewensen. En ik hoop echt dat we dit merken. Geen gebabbel, geen verhalen, maar daden.